Er is een man overleden tijdens het grasmaaien op een camping in Boekel. De man kwam met zijn voet in de maaier toen hij een wipkip aan de kant wilde trekken. Vervolgens raakte hij bekneld tussen de maaier en de tractor. Er kwamen veel hulpdiensten naar de camping. De man is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer helpen. Het gebied rond de speeltuin is afgezet. De politie doet onderzoek, maar het zou om een arbeidsongeval gaan.